Tot ver in de 20e eeuw waren veel Zeeuwse eilanden moeilijk bereikbaar. Zeeland telde ooit tientallen veerdiensten en pontjes. Daaraan kwam geleidelijk een eind door de aanleg van bruggen, dammen en tunnels. Met in 1965 de Zeelandbrug. Dat is hem dus, de Zeelandbrug. Gebouwd in 1965 en met zijn ruim 5 kilometer toen de langste brug van Europa. En het was niet alleen de verbinding tussen de laatste twee echte eilanden van Zeeland, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, ex-eilanden toen al, maar ook gewoon de verkeersverbinding tussen Zeeland en de Randstad. Zeeland was eeuwenlang een echt eilandenrijk. Slechts met de boot konden de Zeeuwen zich door de hele provincie verplaatsen. In de 19e eeuw waren dammen aangelegd, die Walcheren en Zuid-Beveland met Noord-Brabant verbonden. Maar pas ver in de 20e eeuw werd ook een begin gemaakt met verbindingen tussen de andere gebieden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het Deltaplan, maar de Zeelandbrug was daar geen onderdeel van. Er waren twee redenen. De ene was die verkeersverbinding met de Randstad. Die moest centraal door Zeeland gaan en het Deltaplan had eerst wel zo'n verbinding gepland bij Wissekerken, maar die is in de planning van het Deltaplan opgeschoven naar het westen. Het provinciebestuur vond dat niet fijn. En aan de andere kant wilden ze ook voorkomen dat Schouwen-Duiveland in de tussentijd, dat de dam naar Flakkee zou gelegd worden en de dam naar Noord-Beveland, er zat 13 jaar tussen in de planning, dat het eiland Schouwen-Duiveland zich helemaal op Zuid-Holland zou gaan oriënteren. Vandaar dat ze zeiden van wij maken zelf wel een brug bij Zierikzee. In 1962 werd besloten tot de bouw van de Zeelandbrug, die toen dus nog de Oosterscheldebrug werd genoemd. In verband met de snelheid die geboden was en omdat er niet genoeg geschoolde arbeiders waren, werd gekozen voor een betonnen constructie. Het innen van tol zou de kosten van 77 miljoen gulden op termijn moeten terugbetalen. Op 15 december 1965 opende koningin Juliana de brug. De officiële naam werd 2 jaar later alsnog veranderd in de Zeelandbrug. Maar dammen en bruggen vervangen veerdiensten. En daar waren er ooit veel van in Zeeland. Een bekende was bijvoorbeeld het kleine veer Anna Jacoba Polder Zijpen, dat tot in 1988 tussen Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland voer. Er waren oorspronkelijk heel veel veerdiensten in Zeeland, in 1940 nog 15. Dit is de plek van de veerdienst van Zierikzee naar Kats op Noord-Beveland. Die was er vanaf 1958. In die tijd werd het ook heel veel drukker met de auto's. Moesten nieuwe boten komen. De provincie dacht dat is niet meer nodig, we leggen beter een brug. En zo verdween er dus ook weer een veerverbinding uit Zeeland. En er zouden nog meer volgen. De laatste grote veerdiensten waren die over de Westerschelde. Sinds 1866 in handen van de Provinciale Stoombootdienst, de PSD. Kruiningen-Perkpolder en Vlissingen-Breskens, dat al sinds 1312 actief was. Aan die diensten kwam een eind toen de laatste belangrijke Zeeuwse oeververbinding werd gerealiseerd. En de Westerschelde-tunnel de overkanten Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen verbond. Tussen Terneuzen en Ellewoudsdijk werd een tunneltracé van 6,6 kilometer aangelegd. Met 2 tunnelbuizen en elk een dubbele rijstrook. Ook hier moet tolheffing de aanleg terugbetalen. Bij de opening op 14 maart 2003 was het nog slechts een half uur rijden van Goes naar Terneuzen. Tegen de ruim anderhalf uur als je dezelfde route met gebruik van een veerpont zou afleggen. Een dag later vond dan ook de laatste afvaart van de PSD-schepen over de Westerschelde plaats. Onder belangstelling van tienduizenden Zeeuwen die nog één keer het nostalgische gevoel wilden ervaren. Ja, en dit is ervoor in de plaats gekomen. Het fietsenvoetveer Vlissingen-Breskens. Voor woon-werkverkeer tussen de twee stukken van Zeeland en ook dikwijls gewoon voor een tripje. En ook wat nostalgie. Opa's en oma's laten hun kleinkinderen zien hoe het vroeger ging. De aandacht
aanleg van bruggen, dammen en een tunnel verbeterde de infrastructuur van Zeeland, maar zorgde er ook voor dat bijna alle veerdiensten en pontjes verdwenen. Een van de eerste werken was lange tijd de langste brug van Europa, de Zeelandbrug.